vraag gewoon niet waarom. Ik had per ongeluk onze fotografie- en videobewerkingsdocent Pap genoemd. Hij leek mij wel heel interessant, puur ook omdat je een vreemde taal hebt. Je hebt een vreemde taal Spaans namelijk. En je krijgt niet echt alleen theorievakken, maar ook de praktijkvakken. En dat vind ik wel heel interessant. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat alle schrijfvakken me erg aanspraken. Ja, ik zou hem zeker aanraden, want je kan er ook heel veel mee doorstuderen. Ja, ik zou hem zeker aanraden, ook omdat er veel werkgelegenheid is, ook wat minder dan dat media management. Maar je kan ook heel veel doorstuderen met deze studie. Puur door de docent, maar ook gewoon het apparatuur wat er allemaal is. Je hebt bijvoorbeeld een hele filmstudio, een fotostudio en dat vind ik wel heel leuk. Ja, alle docenten die weten ook gewoon duidelijk waar ze het over hebben. Die hebben heel veel ervaring en inderdaad de school heeft zoveel apparatuur tot hun beschikking. Je kan gewoon alles doen hier. Spaans. Spaans. Altijd leuk, leuke docent, leuke lessen. Altijd vrolijk. Altijd leuk. Nou ja, dan is het wel lastig, want ik vind Spaans docent vind ik gewoon dus heel behulpzaam. Maar als je bijvoorbeeld iets niet snapt, dan ondersteunt ze je wel heel goed. Maar daarnaast onze SLB'er, maar ook rekenstudent, ondersteunt ja, voor mij heel erg. En dat vind ik ook wel heel prettig. Trudy van Spaans. Dat is echt mijn favoriet. Ze is zo aardig en inderdaad, ze steunt je in je lessen. En ze is gewoon altijd vrolijk en ze maakt je altijd aan het lachen. Ja, ik vind dat we tot nu toe best wel veel opdrachten hebben gedaan. Maar de fotografieopdrachten ben ik wel blij mee, omdat ik daar ook persoonlijk ook heel veel moeite in heb gestoken, omdat ik dat ook leuk vind. De videobewerkingsopdrachten, zelfde docent, maar ik vond de videobewerkingsopdrachten leuker en daar ben ik ook veel trotser op. Onze docent per ongeluk vader noemen. Ik heb Olaf papa genoemd per ongeluk, 1 keer in de les. Vraag gewoon niet waarom. Ik had per ongeluk onze fotografie- en videobewerkingsdocent pap genoemd. Volgens mij hoorde die het niet, maar het is helaas wel gebeurd. Nou, bij deze weet je het nu. Bij deze, sorry Olaf. Ja, of dat we onze Spaanse mondeling gingen oefenen. Ja, ik vroeg aan haar van ja, hoe gaat het met je? Of van, nee, hoe heet je? Ze was het van, ja, ik ben moe. Ik was gewoon moe, dus ik dacht, oh, ze vraagt hoe het met me gaat, maar ze vroeg om mijn naam. Dus, ja. Ik ben moe. Ja. Een docent die ging helemaal stuk. Die was helemaal confused. Die was van, kiss a knipica. Wat? Hè? Wat betekent dat? Dat heel veel af en toe, ja, voordat alles echt helemaal dicht ging, nog even snel de stad in. Eten, drinken halen met z'n allen. Ja. We wilden gaan schaatsen in de vakantie, maar vanwege lockdown is dat niet doorgegaan. Maar de meesten spreken allemaal in de klas wel met elkaar af, buiten schooltijden. Ja. Ja, we zijn nog niet, ja, persoonlijk ben ik niet heel veel door de school geweest, echt alleen het lokaal en het traphuis. Mijn favoriete stuk, dat is niet van deze opleiding, dat is van mijn vorige opleiding die ik op deze school gedaan heb. En dan de teamkamer van de afdeling DTP. Dat is mijn favoriete stuk in de school. Hopelijk studeer ik of ik werk? Ik hoop mijn HBO-diploma te hebben en op mezelf tonen en gewoon een vaste goede baan hebben waar ik het leuk heb. Maar wie weet verandert het altijd nog, geen idee. Nou ja, wel sommige docenten, bijvoorbeeld jij. Ja, een Spaans docent van fotografie en videobewerking is gewoon hun enthousiasme. Dat als je je dag niet helemaal hebt of zo in de ochtend, dat hun aanwezigheid wel heel erg te merken is in ja, wat jij wel prettig vindt, om jou toch nog wel blij en enthousiast te maken in de les. De docenten, gewoon over het algemeen, de gezelligheid. Je kan jezelf zijn. Dat zie je niet vaak, je ziet het niet vaak. Maar je kan echt vanaf je eerste schooldag hier, je komt binnen en je voelt gewoon gelijk van, ik voel me hier thuis. Je kan zo gek zijn als je wilt, het maakt niet uit. Je wordt hier geaccepteerd.